even buiten Delden, te midden in het prachtige Twikkelse landschap, bevindt zich al vele eeuwen de Noordmolen. Deze oliemolen is vanaf 1 januari 2010 ondergebracht in de Stichting Beheer Noordmolen. De Stichting Twikkel blijft eigenaar en voert ook het groot onderhoud uit. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd door een enthousiaste groep van vrijwillige molenaars. Is dat de molenaar? Dit is de molenaar, ja. Deze molenaars zorgen ervoor dat, mede door de giften van bezoekers, de molen kan blijven draaien. Met veel plezier laten ze u steeds weer de verschillende stappen van het proces van olieslaan zien. Maar u wilt ons iets vertellen over die Noordmolen? Deze Noordmolen dateert van 1325. Het is het oudste industriële monument van Oost-Nederland. Ja. Dit is een oliemolen. Hier slaan wij lijnolie. Ja. Nou, dit is dus een watermolen. Hij wordt aangedreven door het rad aan de buitenkant. En hier ziet u de as. Ik laat u die as zien. Deze as is dezelfde as als buiten. Dat is de aandrijfas, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar daar zitten weer tandraden op. Ja. Daar ligt de koningsas. Ja. Nou, de naam is al duidelijk. Het is de belangrijkste as. Ja. Die draait het steenraam aan. Hier draaien twee stenen in. Elk boven de 1000 kilo zwaar. Zo. Hoe begint het dan? Ja. Kijk. Boeren verbouwen vlas. Na 100 dagen is het ongeveer een meter hoog. Dan vormen zich die bolletjes. Ja. En in die bolletjes zitten telkens twee kleine zaadjes. Dat is vlaszaad en dat heet ook wel lijnzaad. Wij strooien een emmer vol zaad onder de wielen. Wij leiden de molenaar zelf op. Kijk, deze aanbrenger, die zet ik zo in positie en nou drukt hij het zaad onder de wielen. En als wij straks het gemalen zaad, dat heet dan meel, willen binnenhalen, dan trekken we deze schuif open. Ja. En laten we deze, die laten we naar beneden en die veegt alles dan in die bak. Dus dit is het beginproduct. Ja. En dat is het eindproduct. Maar daar ging het de boeren niet om. Het ging de boeren eigenlijk om vlas. Ja. Want dat vlas werd weer bewerkt. Daar kon je bewerkt. Meer van maken, hè? Daar kon je meer van maken. Daar hebben we een plaat van vlas tot linnen. Oh ja. Dat kun je hier niet zien, maar in de boerderij de Wenderzoelen wel. Ja. Hier vlakbij bij onze buren. Okay. Daar wordt van dat vlas linnen gemaakt. En dat was vroeger een gigantische handel. Alle boeren hadden een uitbouw aan hun boerderij. Ongeveer 2 meter bij 2 meter bij 2 meter. Daar stond een weefgetouw in. En wat 4 vrouwen overdag konden spinnen, dat kon de boer 's avonds 2 uur verweven. En dan maakte hij linnen. Eerst wordt gemalen. Dan krijg je dit als meel. Ja. Kijk, je kunt van die korreltjes helemaal niks meer terugzien. Dat doen we zo meteen in zakjes. En dan gaan we daar olie slaan. Kijk, mijn collega die spant die zakjes hieronder. Ik span deze er ook onder. En de inhoud van 1 emmer past weer precies in die pan. En die 2 pannen, of die pan, die inhoud past weer precies in die 2 zakjes. Deze pan die trekken wij naar voren. Die zakjes zetten we straks tussen deze ijzeren platen. Albert, we hangen ze ertussen. Kijk, dit is een envelop, net zoals een brief. Brief die je niet wil beschadigen, doe je een envelop. Nou beginnen we met olie slaan. Daartoe hebben we deze heier. Dit is een balk van 6 meter lang, ruim 100 kilo. Yep. En die valt hier op die keg. Wat gebeurt er dan? Dat blok schuift dan die kant uit en dit blok die kant uit.
en zet dus druk op deze plaat. Ja. Deze plaat gaat naar die kant. Ja. En daar gebeurt het omgekeerde. Ja. Zo bouwen we de druk op. Daar gaan we. En zo wordt de druk hier opgebouwd. En zometeen komt aan de andere kant de olie eruit. En die loopt in een dun straaltje in een emmertje. Ja. En als we nou een hele middag hard werken, dan hebben we ongeveer 5-6 liter olie. Wij halen dit los. Oh ja, u haalt het dat is de laatste handeling. Ja. En dan halen wij die koek uit die linnen zak. Ja. Dus ik maak hem hier los. Komt ie. De plankjes gaan eruit. Alles wat kan bijten. Denk aan paarden, geiten, schapen, bokken. Oh, die kunnen dat als koek eten. Ja, want daar zit nog olie in. Ja. Ja? Maar alles van de vlasplant werd dus vroeger gebruikt. Nou hou je dus deze koek over. Ja. Nou drogen we hem. En wat doen we met deze dingen? We verkopen ze. Maar meestal gaan ze naar de zorgboerderij. Daar in Twickel. Maar u ziet wel, van die vlasplant werd alles gebruikt. Hè? Ja. Die bolletjes voor de zaadjes. De olie voor wat ik verteld heb. Ja. En hier de restanten gaan naar het vee. Ja. Nou, heb ik nog iets voor u. Dat is ter aandenking van het bezoek aan de Noordmolen. Een flesje olie die je net gemaakt hebt. Niet de ketting van de fiets ermee smeren. Wel het tuinstel, maar dan de eerste 3 weken er niet op gaan zitten. Oké. Okay. Heel hartelijk dank voor de uitleg. Het graag was geweldig, molenaar. Albert heeft nog een lesbrief. Een educatieve actie die we voeren. Oké. Okay. En mag u ook meenemen? Ja, heel fijn. Met 8 brieven erin. Aardig voor u. Graag gedaan. Ja. Bedankt voor uw komst. En hartelijk dank ook namens de videoclub. Graag gedaan. Prima. Goed, tot ziens. Tot ziens. Dag. Dankzij deze molenaars hebben we van een interessante en vooral leerzame middag mogen genieten.